Hier langs de Vecht wordt flink gebouwd. Deze wijk heet Op Buren. En eigenlijk bouwen ze hier in korte tijd een klein dorp. Nou lijkt dat heel wat, maar in de 17e eeuw veranderde dit gebied langs de Vecht nog veel drastischer. Weilanden werden één grote speeltuin voor de rich en famous. Waar eerst de koeien liepen, kreeg je prachtige buitenhuizen. En die bouwkoorts had alles te maken met één man, Johan Huydecoper. De Vecht is een rivier die in de stad Utrecht zijn naam krijgt en bij Muiden in het IJsselmeer uitmondt. Hiertussen stroomt het water van de Vecht langs Maarsen, Breukelen en Loenen. In het begin van de 17e eeuw graast daar rustig het vee, onderbroken door een brouwerij of een pleisterplaats van de trekschuit. Daar zie ik Johan Huydecoper met zijn vrouw Maria. Ze komen net van de steenfabriek van zijn vader. Zijn vader, Jan Bal, is in korte tijd rijk geworden omdat er veel nieuwbouwwijken worden gebouwd in de steden. Het is natuurlijk de Gouden Eeuw. En vooral Amsterdam is booming. Veel nieuwe huizen betekent veel stenen. En Jan Bal die verdient er een hoop geld mee. Het gezin Bal behoort tot de nieuwe groep mensen van de Gouden Eeuw. De rijke burger. Eerder was het zo dat je alleen tot de elite kon behoren als je van adel was. Maar door de bloei van handel en scheepvaart kan ook de gewone man een hoop geld en aanzien verdienen. Met stenen voor nieuwe huizen dus. Alleen Bal, dat is niet zo'n chique naam. En als je tot de rijke nieuwe elite behoort, dan is je naam wel belangrijk. Dus de Balletjes nemen de naam aan van grootmoeder van moederszijde, Huydecoper. De Huydecopertjes. Kijk, dat klinkt al een stuk beter. Johan Huydecoper is een van de zonen van Jan. Zijn vader leidt hem op als koopman in het familiebedrijf. En dat gaat goed. Al snel bouwt Johan zijn eigen huis aan de gracht. Bovendien trouwt hij een steenrijke erfgename. Hij is midden 20 als hij al financieel onafhankelijk is. Maar handel en geld zijn niet zijn enige interesses. Net als iedere rijke burger geeft hij zijn leven graag een beetje een aristocratisch tintje. Dus hij omringt zich met dichters, schilders en architecten. En hij is ook een van de eerste die schilderijen koopt van Rembrandt van Rijn. Het gaat hem niet alleen om kunstzinnige motieven. Rijke burgers hebben vaak ook nog een carrière als bestuurder. En dus zet hij die kunstenaars in voor zijn eigen PR. Regelmatig laat hij zichzelf, zijn vrouw, zijn kinderen opvoeren in gedichten en hij laat zijn portret schilderen. De nieuwe rijken zorgen zo, in navolging van de adellijke hofcultuur, voor een enorme opleving in de kunst. In Utrecht wil de adellijke elite trouwens weinig te maken hebben met deze nieuwe rijke burgers. De adel heeft het voor het zeggen en die twee groepen gaan eigenlijk nauwelijks met elkaar om. In Amsterdam is dat anders, daar maken de burgers al de dienst uit. Een van de kenmerken van de adel is dat zij op het platteland wonen. In grote huizen en kastelen. Ver weg van de drukke en stinkende stad. Overigens meestal alleen maar in de zomer. Want in de winter is het steenkoud achter de dikke kasteelmuren en bivakkeert de hele familie in de stad. Dat gaat twee keer per jaar gepaard met een enorme volksverhuizing. Als de halve inboedel van de stad naar het platteland gebracht wordt en vice versa. Johan Huydecoper wil dat ook, wonen zoals de adel. Dus hij besluit een geërfde boerderij om te bouwen tot buitenhuis. Aan de Vecht bij Maarsen, een dag varen met de trekschuit vanuit Amsterdam. En het ligt ook vlakbij de steenfabriek van zijn vader. Handig als je na dit huis er nog meer wil bouwen. Van alle kunsten is Johan het meest geïnteresseerd in de architectuur. Hij wil leren over de bouwkunst. En dat doet hij bijvoorbeeld door schetsen te maken. En zo probeert hij ook te oefenen met het ontwerpen van huizen.
Het beroep architect bestaat nog niet aan het begin van de Gouden Eeuw. Het zijn meestal beeldhouwers, kunstschilders of goudsmeden die naast hun eigenlijke werk af en toe een architectonisch ontwerp maken. En er zijn al helemaal weinig mensen die van het beroep architect kunnen leven. Een van die mensen is Philips Vingboos. Philips is pas 21 jaar oud en nu al dé architect van de grachtengordel. Hij weet wat die nieuwe rijken willen. De meesten zijn namelijk protestants, dus de stijl moet een beetje sober zijn. En daar leent de klassieke oudheid zich goed voor. En zo wordt het Hollands klassicisme geboren. Kenmerkend voor deze stijl is dat er verhoudingen gebruikt worden die de Grieken en Romeinen hanteerden. Die klassieke kenmerken worden vermengd met Hollandse elementen als bouwen in baksteen. Het eindresultaat is een vierkant stenen huis met een driehoekige bekroning en klassieke, maar sobere decoratie. En hier zie je dat eigenlijk ook heel duidelijk, hè? Met die zuilen naast de voordeur. Dat lijkt toch ook wel een beetje op een Griekse tempel. Johan nodigt ondertussen zijn vrienden en relaties uit op zijn buitenplaats Goudenstein. Want Maarsen is goed bereikbaar per trekschuit. Ze zijn enthousiast en bij Johan begint het te kriebelen. Snel koopt hij een enorme hoeveelheid goedkoop land op langs de oevers van de Vecht. Hij heeft een visioen. Hij wil van de oevers van de Vecht één groot lusthof maken met tientallen buitenplaatsen. En wie kan het visioen beter vormgeven dan Philips Vingboos? Dus de mannen sluiten een verbond. Philips ontwerpt de mooiste buitens en Johan verkoopt ze. Bij die huizen worden ook tuinen ontworpen met rechte heggen, paden, fonteinen en beelden. Precies zoals in Frankrijk ook de mode is. Huidekoper realiseert zich dat netwerken onder vrienden alleen niet genoeg is om zo'n grootschalig gebied te ontwikkelen. En dus gebruikt hij zijn kring van kunstenaars om Maarseveen en omgeving te promoten. De dichter Constantijn Huygens bijvoorbeeld maakt na zijn bezoek aan Goudenstein meerdere korte gedichtjes voor Huidekoper. Dit is er een. Ik heb zo'n zware strijd met deze Vecht te vechten. Haar schoonheid, Maarseveen, tast mij zo vriendelijk aan. Dat ik moet vluchten, niet voor de eer van uw gerechten, maar om uw zoete Vechts aanvechtingen te ontgaan. Johans bevlogenheid is zelfs onderwerp van spot. Sommigen vinden dat hij zijn handels- en regententaken verzaakt. Dus ze stellen een pamflet op waarin ze net doen alsof Johan in de Zuid-Amerikaanse koloniën al heel erg druk bezig is met de voorbereiding van de bouw van die buitenplaatsen, samen met Vingboos. En als grap hebben ze het dan over een Braziliaans jaagpad voor de trekschuit. En Johan die laat zich daardoor niet van de wijs brengen. Gestaag bouwt hij voort. Soms maakt hij alleen de grondbouw rijp en soms tovert hij een boerenhoeve om in een prachtig buitenverblijf. En hij geeft ook de kopers wel eens geld om het af te maken als de bouw bijvoorbeeld stagneert. En niet in de laatste plaats, omdat hij natuurlijk zelf graag prachtige huizen en tuinen in zijn woonomgeving ziet. Met Philips Vingboos aan zijn zijde, of naar eigen ontwerp, verrijzen er zo minstens 25 buitenplaatsen. En het leuke is dat we nog precies kunnen zien hoe de bouw verliep. Hallo. Hier in het Utrechts archief zijn al zijn aantekeningen bewaard gebleven. En hij was echt heel precies. Tot de laatste spijker heeft hij bijgehouden waar hij zijn geld aan uitgaf. Zo hebben we hier bijvoorbeeld, over Goudenstein gaat dat, getimmerd een nieuwe keuken en de kamer vernieuwd staat hier. Maar dat gaat dus over het bouwen, maar hij hield ook bij, kijk, waar het geld voor de boter naartoe ging. Bier, wijn en zelfs zijn eigen zakgeld. Johan Huidekoper wordt dus dé projectontwikkelaar rond de Vecht. Als hij bijna 50 is, wordt hij ook heer van Maarseveen. Een eervolle adellijke titel waar hij wel voor moet betalen.
Hij mag belastingen innen en de titel houdt nog andere dingen in. Zo wordt er van de boeren verwacht dat ze buigen als hij langskomt in zijn koets. Precies zoals bij de adellijke heren. De familie Huydecoper heeft hij nog tot halverwege de 20e eeuw gewoond in Goudenstein. Nu het gemeentehuis van de gemeente Stichtse Vecht. En dit is hem dan. Johan, de man die de eerste steen van Goudenstein liet leggen. En als je dan goed kijkt, dan zie je hier vaag nog het Goudenstein dat hij ooit heeft gebouwd. Na Johans tijd komen er nog heel wat buitenplaatsen bij en dan worden er ook weer heel veel afgebroken. En de Vechtstreek krijgt concurrentie, want ineens zijn die platte tuinen niet meer in de mode, maar willen mensen heuvels. En heuvels, die heb je niet rond Vecht, maar wel op de Heuvelrug. Daar verrijzen in de eeuw daarna veel nieuwe buitenplaatsen. Het resultaat? Utrecht heeft van heel Nederland de meeste buitenplaatsen. En dat begon dus allemaal met Johan Huydecoper. Of eigenlijk Johan Bal. Volgende week in het verleden van Utrecht, Buys Ballot, de grondlegger van het weerbericht.